Het was dit weekend de laatste mogelijkheid om de DDW te bezoeken. In totaal deden zo'n 350.000 mensen dat de afgelopen 9 dagen. Daarmee was het ietsje minder druk dan vorig jaar, toen er 5.000 bezoekers meer op het evenement afkwamen. Maar nu het er weer op zit, blikken we nog een laatste keer terug op de afgelopen week. Echt heel leuk, gewoon door de stad en nieuwe dingen zien, lekker hapjes eten. Ja, echt lekker even uit. Ik kom hier al jaren, dus ik vind het heel bijzonder om toch weer te kijken naar alle veranderingen die er steeds weer voltrokken zijn. Opvallend is dat er veel meer aan sociaal design wordt gedaan. En dat betekent dus dat we in feite niet meer bezig zijn met producten alleen. Of niet meer met producten of met dingen die alleen maar in relatie worden gebracht met kunst. Maar die dus te maken hebben met waar we op dit moment in de samenleving in staan en voor zijn. Leven in een wereld waar van alles mogelijk is. Nieuwe technologieën, nieuwe materialen. Ik bedoel, ontwerpers hebben een enorme set van gereedschap erbij gekregen. En aan de andere kant zijn er hele grote vraagstukken die op ons afkomen. Dus er is volgens mij nog nooit een moment geweest dat er zoveel mogelijkheden zijn om iets te doen, maar ook zoveel noodzaak om iets te doen. Van de stad een nieuwe energie wil geven. In plaats van daar gewoon een leuk restaurant neer te zetten of een cafeetje, ga je echt kijken welke emoties willen we daar creëren bij mensen. En door te begrijpen waar die emoties vandaan komen, kun je daar ook op inspelen met een nieuwe functie. We zien dat onze afgestudeerden heel erg bezig zijn met de wereld van morgen. Dat ze zich bekommeren over grondstoffen, maar ook nieuwe toepassingen bedenken. En ook gewoon maatschappelijke problemen aanpakken. En dat zie je terug in heel veel verschillende werken. Jury zijn echt mensen die helemaal in het vak zitten en die dan jou zo'n prijs gunnen. Dat is heel ondersteunend om te merken. En ook, ik denk ook nog juist in die startende jaren is gewoon ook die financiële hulp echt fantastisch. En dat geeft je gewoon veel vrijheid.